hadith authentiek van profeet Mohammed al-Assam die vertelt, riba is meer dan 70 soorten. De minste daarvan is net als dat iemand overspel pleegt met zijn moeder. Wij altijd goedkoop, goedkoop, goedkoop. Wij zoeken naar profeet, profeet. En dan willen wij de wet van Allah subhanahu wa ta'ala als eerst mee opofferen. Hoef niet te kijken naar fatwa. Er is geen noodzaak. Hallo, het is je girl Tissam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Vraag maar Raak. En in deze serie zal ik jullie islamitisch gerelateerde vragen voorleggen aan mijn sheikh. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaat het goed met u? Inshallah. Bent u er weer klaar voor? Altijd. Jullie ook, zusters? Ja. Yes? Oké, alhamdulillah. Nou, dit is wel een vraag die wel vaker speelt, ook in mijn omgeving. Ik denk dat iedereen wel eens een discussie heeft gehad met collega's of met studiegenoten. En het gaat echt over specifiek rente. Wat velen van ons weten, niet iedereen, maar velen wel van ons, is dat Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran heel duidelijk heeft aangegeven dat degene die rente ontvangt of rente betaalt, dat hij de oorlog aan hem verklaart of aan die persoon. Maar toch is er toch wel een discussie van, kunnen we niet kopen in deze tijd? En zijn ook bepaalde fatwa's uitgekomen waarin blijkt dat kopen nu wel toegestaan is in deze tijd. En ik vroeg me af hoe u daarnaar kijkt en wat uw oordeel en visie hierop is. Die fatwa's die daarover praten, die zijn vaak gebaseerd op noodzaak, op het darura. Het darura moeten we heel goed begrijpen. Het is... We hebben een regel in al-fiqh die zegt dat darura toe tuqaddaru bi miqdariha. Dus de noodzaak breekt wet, maar hoe ver? Okay. Hoe ver de noodzaak reikt. Dus ik doe iets die haram is, omdat het noodzakelijk is, omdat het noodzakelijk is eigenlijk niet, geen goede vertaling van darura, is dat je echt benadeeld wordt als je dat niet doet. Het darura, die heeft toch bepaalde grenzen. En aan deze grenzen moeten wij ons gaan houden. Ik geef een voorbeeld. Ja. Nee, ik was benieuwd. Ja. Als iemand verdwaald is in de woestijn, en hij heeft honger, en hij gaat sterven van honger, en hij vindt varkensvlees. Mag hij eten of niet? Ja, het mag wel. Het is haram. Maar omdat het darura is, omdat het noodzakelijk is voor hem, dan neemt hij. Wat neemt hij? Wat eet hij? Wat nodig is om te overleven. Precies. Dus ook niet te veel eten. Niet te veel, ook niet meenemen. Duidelijk. Ja. Darura toe, tuqaddar miqdariha. Zover het reikt. Ja. En als we gaan kijken naar een ander voorbeeld, om het nog duidelijker te maken, inshallah. Stel voor, een van de zusters die loopt, mashallah, aan de stad. En ineens ziet ze een kind is gevallen in het water. En ze heeft, mashallah, diploma C, een reddingsdiploma. En ze wil hem gaan redden. Ja. Als zij met haar kleding erin gaat springen. Is helemaal bedekt met hijab. Helemaal bedekt met hijab, met alles. Ja. Dan verdrinkt zij en verdrinkt het kind ook. Dus zij mag van haar kleding weghalen, zover zij niet zelf in gevaar brengt. Dus niet dat ze zich helemaal ontkleedt, als het precies, ware. Ja. Okay. En hop, spring erin. En nee, gewoon zo ver je kan. Wat nodig is. Wat nodig is. Dus je begrijpt nu, noodzaak heeft toch zijn grenzen. Duidelijk. Dus en hoe ver die noodzaak reikt, nemen wij van die darura. Goed. Dan gaan we kijken naar, naar woeker, rente, riba. Hoe gevaarlijk is een riba voor een moslim? Ja, heel gevaarlijk. Allah is heel duidelijk. Ja, wat doet Allah? En Surat al-Baqara, hij verklaart de oorlog tegen jou. Allah dus niet verklaart de oorlog tegen jou als je omgaat met woeker, met rente, met rente, met riba. Yani, iemand, Allah verklaart de oorlog tegen jou. Ga je nog naar al-Jannah? Nog eentje. Hadith, authentiek, van profeet Mohammed al-Assam, die vertelt, riba is meer dan 70 soorten. Minste daarvan is net als dat iemand overspel pleegt met zijn moeder. Dat is heftig. Ja. Risico is te groot. En als je begrijpt, de risico is te groot, dan ga je 1000 keer nadenken. Jij stel voor, je zit beneden in de tuin en je pakt jouw kind en je gooit hem omhoog en je gooit hem in de lucht en je vangt hem en gooit hem in de lucht en hij lacht. Iedereen lacht. Ja. Probleem? Nee. Is geen probleem. Is gewoon leuk. Je woont op de 10e verdieping. Je gaat naar de balkon.
Ja, en langs in de balkon zei je zo, ga je kind gooien. Straks komt de politie naar jou. Ze pakken jou, je krijgt procesverbaal. Mm-hmm. Waarom? Poging tot dood. Ja. Maar de risico is te groot. Ja. De gevolg is te groot. Het. En daarom, je kan mij vertellen dat er fatwa is of geen fatwa. Ik hoef niet te kijken naar fatwa. Er is geen noodzaak. Vertel mij, welke noodzaak heb jij hier dat je zo'n grote risico gaat oplopen? Ja, want dat denk ik dan ook. Okay, heel veel mensen, ik snap het ook, als ze huren is vaak ook gewoon minder voordelig dan kopen met hypotheek. Zoeken naar profijt, zoeken naar profijt. Maar in principe, je hebt nog steeds de optie om te huren. Ja. En dan denk ik ook, we weten toch, Allah is degene die ons voorziet. Dus soms al betalen wij meer. Soms doen wij alsof wij niet zonder kunnen. Ja, subhanallah. En soms, ja, maar anders als ik ga verhuizen, dan moet ik naar vrije sector gaan en dat is duurder. Ja, natuurlijk ga je naar vrije sector duurder. Want de mensen die minder bedeeld zijn, die moeten ook gaan wonen. Ja, klopt. Als jullie allemaal in goedkoop gaan wonen, je hebt een mooi salaris, mashallah. Je man heeft ook mooi salaris, mashallah. Je wil gewoon blijven goedkoop wonen. En de andere mensen? Ja, klopt. Groei mee. Gewoon ga naar een huis. En de regel die bepaalt voor jou, als je goede inkomen hebt, dan betaal je goed voor een goed huis. Ja. Wat willen wij altijd? Goedkoop. Wij zoeken naar profijt. En dan willen wij de wet van Allah subhanahu wa ta'ala als eerst mee opofferen. Ja. Nee, de risico is te groot. Risico achter is groot. Voor mij is het gewoon het is niet waard om na te denken erover. Wallahu alam. De noodzaak zou echt moeten zijn dat er gewoon geen huurhuizen zijn. Alleen koophuizen. In het begin eigenlijk begin fatwa hierover ging over dat soort situaties. Want de fatwa is ook specifiek was het in Spanje. Okay. Ze hebben gezegd, als mijn familie en ik heb dochters en ik heb vrouw, en dan belanden wij eigenlijk op straat. Dan hebben wij gewoon geen onderdak, helemaal geen onderdak. Mm-hmm. Terwijl wij kunnen kopen. Dat is gewoon echt noodzaak, yani. Mm-hmm. Maar dat was wel fatwa voor specifiek, speciaal geval. Ja. En de mensen hebben gewoon misbruik van gemaakt. En daarna zijn de fatwas geïntroduceerd en gemaakt om het toch makkelijker te maken voor mensen. In het begin was het darura, daarna haja, daarna masalih, daarna... In ieder geval, ik wil niet in die fiqh discussie gaan, maar ik wil gewoon heel duidelijk maken. Het risico is te groot. En wat je gaat doen, wallahi, is de gevolgen ervan zijn niet voorzien. Yani. Ja. Nee, ik kan me ook niet anders voorstellen. Nadat ik dit allemaal heb gehoord, ik wilde sowieso niet kopen, maar nu al helemaal niet. Dus dat is ook een lauwgeheden voor uw antwoord. Ik hoop dat het een goede herinnering is voor de mensen thuis. Bedankt zusters voor jullie komst en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.